waarom moet het Nederlands Muziekinstituut blijven bestaan? Ja, het is eigenlijk vragen om naar de bekende weg. Want het Nederlands Muziekinstituut is een van de belangrijkste instituten waar het erfgoed van de Nederlandse muziek is ondergebracht. En dat hoort officieel door de overheid ondersteund te worden. Het erfgoed van onze muziek heeft al zo ernstig te lijden gehad door gebrek aan sturing en verzameldrift. En het moest vaak door particulieren bij elkaar worden gebracht. En er zijn nu 3 of 4 belangrijke plekken waar dat zit. En de allerbelangrijkste, het centrum van alles, daar waar het echte research gepleegd kan worden, is het NMI, het Nederlands Muziekinstituut. En zoals de letteren dat hebben en zoals dat ook in andere branches voorkomt, moet de muziek dat hebben. En hoort dat thuis bij de Koninklijke Bibliotheek waar het nu is en niet anders. Dus wat dat betreft denk ik dat er niet eens een keuze is voor de staatssecretaris of de minister. Dit is een onderdeel van het voorgenomen beleid om het erfgoed te bewaren en dat op niveau te houden. En daar hoort het Nederlands Muziekinstituut bij.